Rijn Kram, een expositie in het Huis van Cultuur naar nu en in het Stadsmuseum Almelo over de beat en de rock in de jaren 60-70. Dat moet jou enorm aanspreken. Ja, natuurlijk spreekt me dat enorm aan. Want ik al zei, er is zoveel gebeurd in de 60e jaren. En met al die groepen, maar ook die bands uit Engeland. Dat had zo'n impact ook op ons. Dus wij zijn ook begonnen toen. Lekker die muziek maken was geweldig. Heerlijk om te doen. Je kwam erbij. Wie zaten er allemaal in de Humbugs? Gerrit van Huizen als gitarist. Heintje Hengst was toen de bassist. Was toen de vriend van Gerrit van Huizen. Jan Toren, die drumde. En ik kwam erbij als zanger. En later kwam Freddy Bokster nog bij. Dat was een toetsenist. Ja, die is helaas te jong overleden. Was een geschoolde pianist. Hartstikke leuke gozer. Hartstikke jammer dat die er niet meer is. Maar we hebben ontiegelijk genoten. Jullie traden op als band. Met een echte fanclub. Ook met een band die het eerste plaatje uitbracht. Dat klopt. We waren de eerste band in Almelo. Ze hebben ons er thuis uitgekozen om een plaat te maken. Nou, dat was geweldig, want ja, er waren zoveel bands. En als je dan als band, als Humbugs, uitgekozen wordt om een plaat te maken, dat was super. Maar ook, dat was een hele belevenis. Ook in de studio, in Heemstede. Geweldig, geweldig, geweldig. Wat hebben wij genoten. A Little Bit Time. En de andere nummer was? Going Home, Little Girl. Allebei door jou gezongen. Weet je nog wat jij op het eind van een optreden in een zaal altijd riep? Vertel. Laatste nummer, Naked Woman. Hoe heette dat ding, zeg je? Laatste nummer, Naked Woman. Naked Woman? Oh, ja. Nou, dat weet ik niet meer. Maar het kan best zijn, want ik was gek op Naked Woman. Betekent dat jij die tijd heel bewust hebt meegemaakt? Heel bewust. En dat was hartstikke mooi. Wat ik net al zei, ik heb zo genoten. We hebben dat bewust meegemaakt. Dat was een super tijd. Lekkere muziek, maar een zoveel bandje, ook vanuit Engeland. Ja, dat sprak mij enorm, enorm aan. Dan zijn de Humbugs op een gegeven moment, houden ermee op. En dan kruipt bij jou het bloed waar het eigenlijk niet gaan kan. Ja, dat zeggen ze, bloed kruipt waarin je gaan kan. Dat muziek dat zit erin, dat is een virus. Ik kan niet zonder muziek. Dat is... Waar ging jij toen naartoe? Wat zeg je? Waar ging jij toen naartoe? Ik ging naar de Spurs toe later. Dat was de manager Henry Oosterdorp. Die zat al aan me te trekken toen ik nog in de Humbug zat. Maar dat wilde ik toen niet, want het waren gewoon hartstikke lekkere muziek. De Spurs was in de tijd wat rustige muziek. Tammer, maar wel goed hoor. Maar ik vond de Humbugs gewoon wat fijner, wat rauwer. En dat sprak mij meer aan. Later toen ik naar de Spurs ging, toen de Humbugs niet meer bestonden, zijn we ook overgegaan naar wat andere muziek. En dat was geweldig, ook wat rauwer. Want dat sprak mij ook meer aan, anders was ik er niet naartoe gegaan. Nu zitten we op 4 oktober 2019. En zo dadelijk ga jij weer optreden met diezelfde Spurs. Jazeker, er zijn wel andere collega's. Maar we zijn nog steeds doorgegaan met de Spurs hoor. Bert Bokhoven was destijds nog de oude Spurs, die deed ook mee. Maar ja, die wordt een beetje doof. Je kan niet veel meer horen. Dus Betje die speelt niet meer. Dat was destijds de bassist. Dus daar zijn we andere muzikanten bijgekomen. En dat gaat geweldig zo. Super. We gaan straks met plezier naar jou luisteren. Dat is hartstikke leuk. Ik zou zeggen, niet te lekker van.